Ik herinner me dat we een tuin hadden thuis en een stukje bos achter het huis. Wat ik fijn vond eigenlijk altijd was wel het buiten zijn en het buiten spelen. Ook een soort van plek om me enigszins terug te kunnen trekken. De Terp is een gemengd biologisch bedrijf met akkerbouw en veehouderij. We zijn gespecialiseerd in pompoenen, pompoenenopslag, verwerking. Het bedrijf is ook in energie en CO2 facetten eigenlijk duurzaam. CO2 neutraal, energie neutraal. Ik ben begonnen in 1984 met een heel klein moestuinachtige tuin. Pompoen is nieuw, pompoenen hebben we altijd in gepioneerd. Mensen eten en ontdekken de pompoenen steeds meer. Ja, ondertussen hebben we ons netwerk uitgebreid tot en met België, Duitsland, maar ook Argentinië en Nieuw-Zeeland. De drijfveer is eigenlijk van oorsprong denk ik wel eentje die eigenlijk alles wat betrekking heeft op lange termijn en iets nalaten wat gewoon mooi en goed in elkaar zit.